Een concreet antwoord is dat er een aanbod op tafel is gekomen van de kant van de NDP om nieuw te vormen coalitie te joinen. Nadat ze onze programma hebben bekeken en welke natuurlijk aantal issues welke erin voorkomen, in principe ongeveer overeenkomen met wat zij als programma ook hebben. Ons antwoord is, we nemen het mee, omdat natuurlijk is niet een deel van het bestuur welke beslist voor de partij. We hebben een algemene ledenvergadering welke hoogste orgaan is van de partij. Dus we gaan dit terugbrengen naar onze structuren. En dan wordt u van ons, de samenleving zal spoedig van ons horen als partij, nadat we onze mensen hebben geïnformeerd wat het besluit is van de BEP. En de V7-combinatie dan? Dit nemen we natuurlijk ook mee naar de partners van V7. Wat wil uw partij hebben? Een ministerie? Welk directeur? Nee, ik denk niet dat we zo ver zijn. Ik denk dat die besprekingen nog moeten komen. Nu moet het besluit komen. Als partij gaan we joinen, ja. En dan gaan we met de coalitiepartners, in dit geval als het meerdere zijn dan de NDP, gaan we dan samen zitten en dan kunnen we kijken. Blijkt uiteindelijk dat uit de reacties van alle gesprekken die we gevoerd hebben, dat er volledige ondersteuning en samenwerking is toegezegd en dat de partijen zelf ook zo snel mogelijk uit deze fase willen komen, zodat we voor kunnen gaan met het organiseren van het land. Want een van de opmerkingen was, de wereld wacht niet op ons. Laten we als Suriname heel snel vooruit gaan hiermee en uit deze fase van onderhandelingen geraken. Een van de belangrijke zaken die we vandaag besproken hebben, want bij de vorige vergadering konden we de PL nog niet uitnodigen, omdat we ze de gelegenheid gegeven hadden om hun interne situatie daar zelf op te lossen. En uit de media heeft u ook mogen vernemen en schriftelijk is dat ook aan ons doorgegeven door, in dit geval door meneer Sapoen, waarbij de beslissing genomen is om een aparte fractie straks te gaan vormen in de DNA, waarbij er ook een schrijver geweest is van de heer Jitten van Saramaka, dat hij samen met meneer Sapoen een tweemansfractie wil gaan vormen daar. En dat was voor ons reden om de twee voorzitters, in dit geval voorzitter Sommo Harjo, apart te ontvangen. Om te praten over hoe verder en ook met meneer Sapoen en de eventueel te vormen tweemansfractie van hem. Dat is goed afgerond. We hebben nu aan de verschillende partijen gevraagd om, we gaan even evalueren. En dan komt dan de definitieve fase van de formateur. U heeft ook gemerkt, dus met BEP is dat ietsje verder gegaan, de besprekingen. Ook met Doe, ook met Palo van oudsher, waar er een iets prettigere relatie mee bestaat vanwege het ideologische. En dat onder andere ook bij Doe een gesprek goed geweest is. En natuurlijk moeten partijen de gelegenheid hebben om even terug te koppelen weer met hun structuren over dat wat vandaag en eergisteren heeft plaatsgevonden. En we verwachten binnen de komende dagen, ook na onze eigen evaluatie van de gesprekken, definitief aan te geven de startgesprekken over de formatie van de nieuwe coalitie. AC schittert voor afwezigheid. Is er een reden voor? AC had zelf aangegeven bij het gesprek eergisteren dat zij nog niet zo ver waren met betrekking tot de vraag, geef ons aan over welke vraagstukken AC speciale aandacht zou willen hebben, welke eventueel opgenomen zouden moeten worden in het regeerprogramma. En ze waren nog niet klaar en hebben ruimte gevraagd om dit schriftelijk te moeten doen. Vandaar dat AC niet bij het tweede gesprek geweest is nog, maar ik denk dat dat alsnog komt. De president wordt in DNA gevoerd. Wij denken, als je mag afgaan op de wijze waarop de gesprekken zijn geweest en bij alle partijen die aangegeven hebben om zo snel mogelijk de procedures achter de rug te hebben, zodat we door kunnen gaan met het regeren van dit land, dan is het verwachtbaar. Ja. En dat zou, denk ik, een positief signaal zijn voor ons allemaal als dat in de Nationale Assemblée kan plaatsvinden. Ja, de verkiezingen. Ik wil toch wel graag van u weten, wie gaat allemaal samen met de NDP de regering vormen? De BEP is alvast één.
ik hoor dat u praat over Palu en ik hoor dat u praat over Doe. Heb ik het goed of hebben we het verkeerd? Dat zijn potentiële kandidaten. Die mogelijkheden zijn heel groot aanwezig. En over de rest moeten we nog verder delen. Ja. We geven de partijen de ruimte om ook hun formaliteiten even af te ronden.